Van Meer naar Feyenoord, dat is een opmerkelijke transfer. Ja, als we zijn perspectief kijken, hopelijk voor hem gaat hij spelen. Daar ging het voor mij om. Maar zou jij, als je niet aan het spelen toekomt, snel naar toch de grote aartsrivaal van Ajax gaan? Als je zo'n Ajax-verleden hebt? Ja, dat doet er niet toe. Wat ik, kijk, voor hem is het belangrijk dat hij gaat spelen. En ja, nogmaals, wat ik ervan vind of wat ik zou doen, dat doet er niet echt toe. Maar nee, het is belangrijk voor hem dat hij gaat spelen. Ja, maar is het bij jullie ook als een daverende verrassing aangekomen? Ja, dat wel, ja. Niet zozeer dat hij naar Rotterdam is, maar wel dat hij plotseling wegging eigenlijk. Nee, Rotterdam is niet een grote verrassing. Ja, dat is ook wel een verrassing. Dat zou je niet zo snel verwachten. Maar dat hij sowieso wegging, dat was meer de verrassing. Ja. Nou, Frank zei ook al, waarom zou je de concurrentie sterker maken? Nou, dat idee heb ik ook een beetje. Ja, maar ik bedoel, hij heeft gelijk. Met Kenneth heb je ook gewoon een van de beste keepers van Nederland. Dus ja, dan maak je je concurrent wel sterker, ja. Speel je de 21ste in de Kuip tegen Kenneth Vermeer? Ja, nou ja, voor hem nogmaals, hopelijk speelt hij. En we zeiden natuurlijk, we gunnen hem alles. Maar die dag moeten wij wel gewoon winnen, ja.